Sinterklaas maakt zich zorgen over zijn intocht in Arnhem. De pakjesboot van Sinterklaas meert zaterdag 12 november aan op de Rijnkade. Maar of de stoomboot volgend jaar ook nog de Gelderse hoofdstad binnenvaart is onzeker. De ontvangst op de Rijnkade kost ongeveer 15.000 euro. Maar stichting Die Blijde Inkomst van Sinterklaas heeft geen geld meer. De stichting heeft zijn hoop geheel gevestigd op de vrijwillige bijdrage van de winkeliers in de binnenstad. Ongeveer 900 ondernemers hebben namens Sinterklaas een smeekbrief op rijm gekregen.